Ja, dus en dan komen we binnen. We zitten ons in de zetel. We praten wat met de gasten. Patati patata, bla 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 bla. En showlichten en muziek. Zeg, Pretman, waar staan onze teksten? Dat scenario dat zit vol met lege papieren. Zijn er wat? Ons scenario. Er staat helemaal niks in. Saartje, Saartje, maak je maar niet druk. De pretman is erbij. Ja. Hoe moeilijk kan het zijn? Een beetje patati patata, bla 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 bla. Ha, daar is onze wereld van dat te zijn. Kaibuk. Ha, jij bent dik, Kaibuk. Nee, ik ben de verzorger van Kaimoek. Ja, wereldverdetters en hun verzorgers. Maar er is een klein probleem. Lift is te klein, Kaimoek raakt er niet in. Wat? Kaimoek is toch maar zo'n klein baby olifant, ja? Ja, hij is wat gegroeid en wat verdikt. Het is een olifant, sorry, het zal niet lukken. Jongens, we gaan eraan beginnen, want Patrick vraagt iedereen naar de studio. Ah, oh nee! En we hebben geen centrale gast! En geen tekst! En geen centrale gast! Wat nu gedaan? Saartje, ere aan wie ere toekomt. Jij mag beginnen. Neem de pretlift naar de allerhoogste verdieping van de VRT-toren. Voor de pretshow met Saartje en Pretman. Welkom bij de Pretshow, de show waar alles mag en alles kan. Nu, normaal gezien heeft de Pretman ervoor gezorgd dat Kaimoek zou komen. Maar ja, Pretman heeft namelijk een klein beginnersfoutje gemaakt. Niet waar, Pretman? Beginnersfoutje. Maar dat is geen enkel probleem. Mocht het zijn dat je in de buurt van de Prettoren woont, wel, kom dan gewoon langs. Dan word jij misschien wel onze gast. Maar dat zal niet meer nodig zijn, want de Pretman heeft natuurlijk dat klein probleempje opgelost. En dames en heren, beste prethelden, mag ik jullie voorstellen onze eigenste Kaimoek. Dat zou olifantje dansen. Stop, de deurbel. Dat is vreemd. Wie ben jij? Het buurmeisje. Wie wat? Het buurmeisje. Ha. Hoe heb je ons gevonden? Ik woon naast jullie. Mag ik naar boven komen? Ik heb een probleem. Probleem? Buurmeisje, jouw pruttgehalte ligt een beetje laag. Kom maar naar boven. Of nee, wacht. Wachtwoord. Dat weet ik niet. Het is de eerste keer dat ik hier kom. En je mama ruikt naar kaas. Zeg het. En je mama ruikt naar kaas. En je papa ruikt naar hes. Vind jij dat niet raar? Ja, dat vind ik raar. Ja, kom. Buurmeisje, kom maar naar boven. De pretlift staat klaar. Buurmeisje in de studio. Wel, vertel eens aan de kidnetters thuis, wat is precies jouw probleem? Ik zit nu op de grotere school. Daar hebben we voor elk vak een andere leraar. Daar moeten we heel veel leren en mega veel taken maken. Zo moeten we voor morgen een taak maken over wat is de ijstijd. De ijstijd! Dolle pret! Daar weet de pret natuurlijk alles van. Kom maar even mee, buurmeisje. Ha. Nu, meisje, neem pen en papier en noteer. Ijstijd. Goed, andere lijn. Is de mooiste tijd van het jaar. Kaimoek? Ha! Ijstijd is tijd voor ijs. Pret, hè?
ijs. Smul maar. Volgens mij gaat de ijstijd niet over ijsjes, maar wel over de koude periode in de geschiedenis. Volgens mij is het tijd voor een andere oplossing. Net, dat is je weer. Het pretzel, oplossing. Pretman voor pretzond, pretman voor pretzond. Pretzond, vertel eens iets meer over de ijstijd. Beste pretkijkers, dit zijn onze hoofdpunten. Ons hoofdpunt dus eigenlijk. Blijkbaar is de ijstijd geen moment van je rustig kan genieten van een lekker pret-ijs. Belachelijk. Maar wat is de ijstijd dan wel? Gelukkig hebben we een pretenpoort te plaatsen om dit alles te analyseren. Zeg eens, pretenpoort, hoe is de situatie daar? Pretenpoort, ik herhaal. Hoe is de situatie daar? Blijkbaar hebben we last van een technisch defect. Waarvoor onze excuses? Pretman, zo help je buurmeisje wel niet verder met haar probleem. Geen probleem! Pretman lost het wel op. Op naar de pretlift. Goedenavond. Vandaag normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Er was wat zon, er waren een aantal wolkenvelden, maar overal is het wel droog gebleven. En de temperaturen die schommelden rond een normale 15 graden. Excuseer, pardon. Ja. Zon, regen, zon, regen, zon, regen, zon, regen. Tjudamos. En dan weer zon. Muziek! Kom maar, Frankie, kom maar! Alsjeblieft. Ja, Frank, drink ijstijd. Succes. Ijstijd. Kijk, we zien op de kaart hoe vanuit het noorden de Noordpoolkap heel serieus uitbreidt richting Europa via Scandinavië. En dat zorgt dus voor ijzig koude winden en temperaturen min 30, min 40 graden. Dus je moet je echt serieus induffelen. En als we dan even kijken naar de tijdslijn, dan zien we dat er 4 ijstijden zijn geweest. Zo'n ijstijd als een periode van duizenden jaren waarin het erg koud is. 4 ijstijden, nu de laatste ijstijd, maar die zou dus echt nog wel een tijdje kunnen duren. Zo, nog een fijne tijd in de ijstijd. Hè? Saartje? Ja. Hey Frank, ik leg het je later nog wel uit, oké? Ja, okay. Dus, in de prehistorie zijn er minstens 4 ijstijden geweest. Ja, 4 ijstijden en dus de laatste is ongeveer 10.000 jaar geleden geëindigd. Maar Frank, als het zo koud was, leefden er dan mensen? Er waren mensen, een bepaalde mensensoort, de Neandertalers. En die zijn waarschijnlijk tijdens de laatste ijstijd uitgestorven. De Neandertalers, zagen die eruit als gewone mensen? Wel, tsunami! Tsunami! Is het ineens misschien de grote boze Frank-show of zo? Ik dacht het niet, hè? Ga jij maar terug naar je eetkijkertjes, jongen. Die wachten op jou. Oh, Frank, bedankt, hè? Ja. Kom anders nog eens terug, hè? Dag, ja, dag. Buurmeisje, kijk en leer. Pretman voor pret-hond, pretman voor pret-hond. Pret-hond, vertel eens, hoe zag die Neandertalers? Yes, ja, draait. Hey, welkom bij de Pretloper. In Europa is vandaag de nieuwe Miss Neandertaler 50.000 jaar geleden aan de pers voorgesteld. En ook de Pretloper was erbij. En dan komt nu het spannendste moment van Miss Neandertaler. Wie wordt Miss Neandertaler 50.000 jaar geleden?
Ja, dankjewel. En de winnares van de Miss Neandertaler verkiezingen is... Tromgeroffel, spannend! Fantastisch, het is Oehoe. Zie haar glunderen, Jaja en de andere meisjes. Tamara en Tabitha komen haar onmiddellijk feliciteren. Prachtig, wel oppassen dat er geen traantjes komen, want die kunnen bevriezen in dit ijstijdklimaat. En daar komt het bloemenkroontje, gedragen door ex-Miss Neandertaler, 50.001 jaar geleden. Het staat prachtig op dat grote hoofd voor uiteindelijk toch wel veel hersenen. Kijk eens aan. Inderdaad, nog een mooie prijs er bovenop. Een mammoetcabrio. Proficiat, kapoen. Oeh, heeft echt alle uiterlijke kenmerken van een Neandertalertje. Ja, ze is gespierd, ze is behaard. Ze heeft grote neusgaten, dikke wenkbrauwen. Haar voorhoofd gaat een beetje naar achteren en haar mond staat een beetje naar voren. Zij is echt wel de enige echte, terechte winnares. Dat is inderdaad waar. De andere meisjes zagen er wel wat minder Neandertaler uit met hun lange benen en hun gladde huid. Bah. Ik ben blij met mijn erkenning en ik hoop dat ik nog lang van mijn mammoet kan smullen. Smullen! Over smullen gesproken! Zullen wij straks samen een ijsje gaan smullen en het even hebben over jouw verdere tv-carrière? Pet op de poepen! Inderdaad, ze zal het vlees zeker nodig hebben om al haar spieren te onderhouden. Nu, het wordt dan ook de laatste Miss Neandertaler-verkiezing, omdat de inschrijvingen steeds moeilijker worden door het uitsterven van de Neandertalers en de mammoeten. Dit was de Pretloper. Dus als we het goed begrijpen, buurmeisje, dan zijn zowel de Neandertalers als de mammoeten uitgestorven tijdens de ijstijden. Maar hoe komt dat? Ja. Beste pretkijkers, hier is dan onze Duitse act van vandaag. Kai Mamoek. Dansen, olifantje, dansen. Ja, ik krijg hier gelukkig zo net te horen dat Prethond een echt antwoord heeft klaarstaan uit ons pretarchief. Dieren in nesten, de ijstijd met prehistorische pretman. En vandaag volgen we de wolharige mammoeten. De wolharige mammoet is de bekendste uit zijn soort. Deze soort liep 600.000 jaar geleden al op het aardoppervlak rond. Hij heeft een dikke vacht die wel tot op de grond kan komen en kleinere oren en benen om geen kou te krijgen. Achter ons woont... Enfin, een van de laatste Neandertalers. En hij gaat ons tonen hoe je het maar moet vangen. Dit is... Hugo! Hugo is de mammoetjager. De beste. Nee, dat is niet moeilijk, je bent de laatste. Ja. Vertel het dus, Hugo. Is dat moeilijk om te... Is dat moeilijk, mammoetjager? Moeilijker en moeilijker. Hè? Hoezo? Omdat er steeds minder zijn. Ja. Vertel het eens, Hugo. Hoe begin je daar dan aan? Je mammoet jagen. Wat zal u doen? Kijk, een mammoet. Mammoet, dat zijn wij. Is de bedoeling dat wij naar die mammoet lopen? Lopen, ja. En veel lawaai maken. Die mammoet, je raakt in paniek. Niet bij te lopen. Oké, wij blijven lawaai maken.
En die loopt recht in de afgrond. En die valt daarin, die is gewond en we maken die dood. Wat heb jij nu geleerd? Geen wapens gebruiken. Je gezond verstand gebruiken. En vooral veel lawaai. Why mother? Ja. Hugo, wat doe je dan wanneer de mammoeten al in de vallei staan en niet op de berg? Is toch geen probleem? Huh? Wij passen ons aan. Anderen van ons die sluipen nu naar de mammoet. Sluipen, ja. En ze maken veel lawaai! En die mammoet die loopt hier recht op die berg. Wij gooien daar de steen op. En voilà, het eten is gereed. Ga u doen. Ga u mee. Nee, maar ik niet. Wat is dat? De zand. Al die kleurtjes. Ja, mooi, hè? Praat, man. Waar is het ijs? Waar is de mammoet? Waar is de ijstijd? Ja, moet de pretman dat nu weten? Jij bent een Neandertaler. Waar is iemand? Wie zijn jullie? Mensen. En wat niet de mensen? Mammoetburger, het zijn de laatste. Volgaarde! Hé, hey, wat moet ik nu in? Pretman! Niet in mijn probleem, jongen! Door het steeds warmer wordende weer kwamen er nu ook mensen naar Europa en stierven alle mammoetjes uit. Door het warmer wordende weer kwamen er nieuwe dieren. Ja? Dieren die niet zomaar in de ravijn liepen, maar gewoon wegliepen. Oh, arme Neandertaler. Buurmeisje! We moeten vragen, hé. Vertel eens, wat heb je vandaag geleerd? Punt 1. IJstijd is geen tijd voor ijs. Jammer. Maar een tijd in prehistorie waar het heel erg koud kon zijn. Soms wel duizenden jaren. Punt 2. Neandertalers zijn harige soorten mensen die leefden tijdens de ijstijd. Punt 3. Mammoeten en Neandertalers zijn uitgestorven door het warme weer en door de komst van de moderne mens. Ah, en mammoeten, er zijn geen cabrio's. Ja. Dan zit onze tijd er jammer genoeg op. Ik krijg hier een teken, dus dan is het tijd voor afscheid te nemen. Ik bedank buurmeisje, alle pretassistenten en natuurlijk jullie kijkertjes thuis. En dan is er ons nog één ding te zeggen, pretman. Ja. En voor meer dolle pret. Zijn wij er volgende keer weer. Oké! Dag! Hoe nee? Snaartje! Snaartje! Yes, hè. Kijk, mijn moek heeft toch niet gedanst? Anders nu snel even tijdens de aftiteling. Ja. Kijk maar moed. Dingen veranderen nu eenmaal. Ijstijd is voorbij. Mammoeten zijn uitgestorven.
Maar vanavond eten we vis. Ik wil mammoet. Ja. Ja, maar die zijn dood, jongen. Vanavond eten we vis. Ik wil mammoet. Vis. Ik wil mammoet. Vis. Mammoet. Vis. Mammoet. Vis. Mammoet. Vis. Mammoet. Vis. Mammoet. Ga er maar wat gaan uitkermen in je grond. Huilenbalk. Mammoet.